Ja, lieve broers en zussen, wij zijn uh, aangekomen in de maand uh, februari en wij staan samen voor uh, de derde keer stil bij onze koers. En wat is van belang als het gaat om onze koers? En dan is het maandthema van februari is uw stem verstaan. Uw stem verstaan, persoonlijk en ook gezamenlijk als gemeente. Nou, ik wil met jullie naar een Bijbeltekst die, wat mij betreft, zeer fundamenteel is. Daarover. En die bijbeltekst die is te vinden in Markers hoofdstuk 1, versen 14 tot 15. En ik lees die voor. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij, kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws. Jezus die staat aan het begin van zijn openbare bediening. En ja, als ik het zo mag zeggen, geeft Jezus hier in, in, in hoofdlijn weer wat hij ja, verder allemaal zal gaan uitwerken in de toekomst. Maar hier komt het zo mooi kernachtig naar voren. Hoe kan God invloed hebben in jouw leven? Hoe kun jij de juiste koers varen achter Jezus aan en in jouw leven tot keuzes komen? Hier geeft de Heer Jezus het door in Markers hoofdstuk 1. Hij zegt, de tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij. Het eerste wat belangrijk is dan, komt tot inkeer. En het tweede is geloof dit goede nieuws. De Heer is een God, Hij is de koning die zijn koninkrijk aan jou persoonlijk wil laten zien en wil openbaren. Hij wil zijn koninkrijk aan ons als gemeente laten zien en openbaren. Hij wil koning zijn. Hij wil tot ons spreken en invloed hebben in ons leven. Wat blijkt dan fundamenteel te zijn? Wel, als eerste dat wij tot inkeer komen. Nou, hier wordt in het Grieks het woord metanoia gebruikt. Dat is ook wel bekering. Omkeer. Dat betekent je, je afkeren van waar je tot nu toe op hebt gericht. En je eigenlijk toewenden, je keren naar God. En dan kun je naar God. Ja. Toewenden, zeg maar. Maar wat je dan ja, gaat merken, gaat zien, is dat God wil spreken, als ware zijn hand naar je uitstrekt. En dan is het zaak om geloof te hechten aan. Dat wil zeggen dat je zijn hand pakt en zegt: van Heer, ik wil u ook die invloed geven in mijn leven. Heer, u spreekt, maar ik wil ook uw stem verstaan. En dat niet alleen, ik wil er iets mee doen. Nou, hoe werkt dat? Tot inkeer keer komen en geloof hechten aan, we zouden een paar woorden daar eigenlijk op kunnen plakken. Het is in eerste instantie, het tot inkeer keer komen begint bij het opmerken van hoe God spreekt. Ja, hoe spreekt Hij? Want door zijn woord, in gebed, door andere mensen soms, door omstandigheden. En dat je dus de dag ingaat en eigenlijk zegt van Heer de God, wilt u spreken op die wijze? Ik wil, ik wil, ik wil daar. Ja, gevoelig, sensitief voor zijn voor wat u mogelijk tot mij wil zeggen. En dat we daar dan over nadenken ook. Dat we ons afvragen van, oké, okay, wat betekent dat? En dan is het zo mooi dat je het ook kan delen met broers en zussen. Nou, bijvoorbeeld op de kring of in persoonlijke relaties. Zo van, hé, hey, ik heb het idee dat God dit mogelijk tot mij zegt, tot mij spreekt. Hij bepaalt me hierbij. Ik heb het idee dat dat, dat het dit betekent. Heb jij dat idee ook? Hè? Samen de stem van God verstaan en dan het er ook over hebben van... oké, okay, volgens mij wil God dat ik dit doe. Herken je dat ook? En wil jij mij helpen om dat dan ook echt toe te passen? Nou, en dat je het dan vervolgens natuurlijk gaat doen. Gods stemverstaan is gevoelig zijn voor hoe God wil spreken... daarover nadenken en dan zeggen van... oké, okay, en dan ga ik dit doen. Nou, en dan is het mooie... als we kijken naar Johannes hoofdstuk 14 vers 21... Johannes hoofdstuk 14 vers 21... En dan staat daar geschreven: Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mijn lief. Wie mij lief heeft, zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen. En ik zal mij aan Hem bekendmaken. Jezus krijgt de vraag van een van zijn leerlingen: van ja, hoe kan het nou dat hij zich wel aan ons openbaart en niet aan andere mensen? En dan zegt Jezus, weet je, eigenlijk heel eenvoudig. Ik spreek. En als ik dan zie dat degene tot wie ik spreek, luistert en niet alleen luistert, maar ook doet, dus er echt wat mee doet, gehoorzaam is, dan ga ik mij opnieuw openbaren. Het is een soort van, soort van leer, ja, cirkel zeg maar, waar je dan inkomt, waarin je mag merken dat, dat je tegen God zegt aan het begin van de dag, heer spreek, uw knecht luistert, ik wil daar gevoelig voor zijn. En als je dan denkt van ja, maar dit is wat God wil dat ik doe, dat ik dit doe of dat niet meer doe, en je doet dat, dan zegt God oké, okay, jij wil echt luisteren, ik ga me opnieuw aan jou openbaren. Mensen, dat is heiliging. Dat is steeds meer groeien in leerlingschap van Jezus. Dat soort mensen, zoek Jezus. Daar houdt hij van, hij houdt van alle mensen. Maar op die manier groeien, groeien wij geestelijk en, en wordt Jezus steeds meer zichtbaar door ons heen. Nu, als wij het hebben dus over God's stem verstaan, dan ja, mogen we daarmee leren hoe dat precies werkt. De Heer wil zich openbaren en ons meenemen in een proces waarin Hij ons steeds meer van zichzelf laat zien. Nou, hoe kijken wij vooruit? Persoonlijk, opnieuw, jij. Wat wil God jou leren? Als het gaat om koers, Hij wil jou zijn stem doen verstaan. Stel jij daarvoor open. En waar het vorige maand over het woord, tijd nemen voor het woord. Neem jij tijd voor gebed? Waarin je zegt: Spreek, Heer, ik wil luisteren naar wat u te zeggen heeft. Ik wil me laten leiden door u, omdat ik weet dat ik voor mijn koers afhankelijk ben van u. Daarin ligt het leven als ik u achter, ja, achter u aanga. En als gemeente had ik precies hetzelfde: Gemeente van het woord, vorige maand. Maar zijn wij ook een gemeente die God's stem wil verstaan, die, die vol is van gebed, die zegt van, heer, ik, ik, we willen luisteren samen naar hoe u door de Heilige Geest ook tot, tot ons wil spreken. Door het woord of in gebed, of door de omstandigheden, of door mensen, die sprekers misschien, die op zondag komen, woord hebben, en dat we samen zeggen van, ja, maar dat kon wel eens het woord zijn wat God tot ons als gemeente wil spreken. Hebben wij een hart van gebed? Willen wij daarin groeien? Lieve mensen, Jezus wil niets liever dan zichzelf tonen, dan spreken. En ons hart vervullen door de Heilige Geest en ons richting geven. 40 jaar Baptisten, Gemeente Katwijk. We hebben nog maar niets gezien. De toekomst ligt voor ons. God neemt ons mee in deze spannende tijden waarin we onderscheid en inzicht nodig hebben. Laten we ons hart openen, laten we elkaar aanvuren. Om dagelijks zijn stem te verstaan. En voor onszelf, maar dus ook als gemeente. Een biddende gemeente zijn. Nu dat we zo met de Heer onderweg mogen zijn. En koers mogen varen en koers mogen houden. Intentioneel leven. Heel bewust. Heel bewust. Bemoedig elkaar daarin. Moedig elkaar aan. Spoor elkaar aan op de kring. Wat zegt God tot jou persoonlijk? Wat zegt God tot jullie als kring? Hoe kunnen jullie elkaar aanvuren zodat God zijn hart kwijt kan? Ik wens jullie heel veel zegen. Ga ervoor.